Mooi, mooi mensen. En welkom terug op Ober Loosiets. Waar wij nog even bezig zijn met een contractje te voltooien. Ja, dat moet ook gebeuren. De buren moet je een beetje helpen. Dus wij zijn bezig met een cultivatortje. En ook hier heb ik niet weer alles erin staan wat erin stond. Botmappen bij elkaar gooien, dan wil het nog wel eens zo zijn dat niet alles meegaat. Maar goed, we zijn nog lekker bezig. Heen en weer aan het rijden. Af en toe springen we naar de overkant. Volgens mij is dit het laatste. Dit is volgens mij de laatste cultivator gebeuren. Een hele zware cultivator achter ons. Waar ik wel benieuwd naar ben is als ik nou, want deze kun je ook kleiner maken of lichter maken. De heavy, de lichtere, eentje met banden. Eentje met zonder banden, een hele lichte. Rij ik dan ook harder? Kan ik dan ook sneller rijden? Dan ben ik sneller klaar. En ik weet, ja, ik kan ook een hele grote gaan nemen, maar gewoon niet zo groot. Deze is al groot zat. Dus gaat lekker zo. Even een beetje bochtje. Hoppa. We zakken weer op tijd. Ik ben wel bang dat er een heel klein streepje blijft hangen. Daar ben ik niet echt bang voor, maar het kan zo zijn dat er een heel klein streepje blijft hangen. Maar ja, wat doe je daar aan? En deze cultivator is nog niet zo heel erg oud. En ja, gaan we hem blijven houden? Hij is wel leuk. Ja. Hij ziet er wel leuk uit. Maar goed, zo ben ik dus steeds weer bezig om mooiere machines, nieuwere andere machines. Ik pak hem helemaal mee. Andere machines nog even weer een beetje uit te proberen. Andere attachments. Ja, gewoon uitproberen. Gewoon lekker bezig blijven. Lekker dingen doen. Nou hoor. Ja, zo zijn we dus ook weer een keer op Groningen wezen kijken. Dat is ook interessant. En dan zijn we hier weer. Waar wij weer eentje hebben afgerond. Ja. Afgerond, veld 20, verzamelen, bemesten. Oh, dan hebben we alleen nog maar de oosten. Oké. Zonnebloemen. Krulade trader. Oké. Even bezoeken. Hier moet hij dus heen. Welk veld was dat dan? Veld 19. 5000 euro. Ja. Oh, dat veld hiernaast. Oké, en die moet dan daarheen.
Oké. Dus dat veld oosten. Nou ja, dat kunnen we misschien ook doen. Van mijn eigen velden hebben we natuurlijk er niets aan, hè? Nee. Dat, die groeien zo snel, daar hebben we helemaal niks aan. Ja, we kunnen ook nog een stukje bosbouw doen, ergens. We hebben ook nog bomen. Dus dat zou ik ook nog, maar... ja... Lange wild af. En volgens mij moet ik nu eens kijken. Ik ga nou nee daarheen, nee die. Die kant op. We gaan bij hem langs. Ja. Wij gaan niet bij hem langs. Er staat een hekje. Ja, het is niet te zien, maar er staat een hekje. En het is niet zo dat ik niet wist dat er een hekje, geen hekje stond. Het is ook niet zo dat ik dat af en toe dus een probleem mee heb, maar er staat een hekje. Ja, we gaan hier het bultje op. Ja. Nou. Wil ik? Ik kan natuurlijk twee trailers erachter gooien. Wij kunnen er gewoon twee trailertjes achter gooien. We hebben twee trailertjes. Ik zou in principe gewoon de twee achter kunnen gooien. Oh ja, we hebben een nieuwe oostmachine. Hè? Helemaal spliksplinternieuw. Dus, ja. Ik zeg trouwens wel zo snel, we kunnen twee trailers erachter gooien, maar hebben we die nog wel? Ik weet niet, maar volgens mij moet ze ook weer stro hebben. Ja, we hebben nog twee. Kijk, we hebben nog twee. Dus dan kunnen we al wat meer. Juist. Dan zouden we in principe zonnebloemen kunnen gaan oosten. Even kijken of er genoeg water in zit natuurlijk. Hè. Dat, we kunnen niet zomaar... Jongen. Volgens mij heb ik deze helemaal al niet gebruikt. En die is schoon. Ja. Deze heb ik ook volgens mij nog niet gebruikt. We moeten ze dus eerst schoonmaken voordat we beginnen. Maar goed. Wij gaan contracten... Is 5, oeh, die is wel 13, is, oeh, die is 11.
Nee, daar gaan geen aardappels doen. Nee. Dan gaan we maar zonnebloemen oosten. Ja. Dat ga ik doen. Naar veld 19, die staat daar. Heel mooi. Nou, dan gaan we eerst even met hem heen. En dan haal ik zo de... Ja, ik heb een bek. Ik heb een originele Klaasbek. Ik vouw trouwens ook in elkaar. Wat ik niet wist, maar nu wel. Dus ja... Ja, nou ja, jij wacht maar hoor. Ik moet maar wachten. Ja, we hebben een oud achter ons zitten. Te toeteren natuurlijk. Ja, die viel er voorbij. En ja, ik snij een klein stukje af. Nice. Dus ja. Kon niet anders. Dan moet ik hier straks ook met de combine overheen. Oeh. Ja, wat hebben we hier wel een probleem is, overal staan. Ja, er heeft iemand met zaden in het rondlopen gehoord. Vol gas, jongens, kom op. Kijk, hier staat ook een grote schuur. Hartjes. Ja, daar hebben we niet zoveel mee te doen. Zo, ik ga hem hier neerzetten. En dan zie ik wel waar ik uitkom. En dan stappen we hierin. Ook die moeten we starten. 0.0.0 uur. We hebben hem alleen hierheen gereden. De kleppen nog niet open gehad. We hebben helemaal nog niks gedaan. Dus verse machine. Ja, vers van pers. Dit over dit ding heen. Lak. Lak. Allemaal lakkrassen. Ja, deze originele Klaasbek. Die, oh. Die klapt dus ook in. We hadden altijd die rode. Dan gaan we naar de winkel gaan. Dan gaan we naar die. En dan gaan we naar die. En we hadden altijd zo'n rode. Deze. Die Diamond 8. Maar ik heb nou deze. Daar hebben we eentje van. Die klapt dus ook in. Ja, dat wist ik niet. Dus, ja. Mooi man. Nou. Daar komt hetzelfde busje weer aan. Ja. Kijk, zonnebloemen staan hier. Er staan zomer zonnebloemen overal. Rare bosjes, boompjes, mais. Ja, er is gewoon eentje met een beetje zaden, van allerlei zaden. Heeft hier in het rond gelopen. Kijk, hier staat ook nog een verdroogde mais. En een groene mais. Dus er is er gewoon eentje met een handvol zaden. Die lekker in het rond wezen rennen. En we gaan binnen kijken. Oeh, dat is wel erg slecht zicht. Ja, die heeft dus alle scholen hier in een rondlopen gooien. Heb ik niet gedaan. Echt niet. Eerlijk waar niet. Misschien een klein beetje, maar nee, ook niet. Zo, daar zijn we.
Hoppa. Oh, de neuzen gaan uit, de snoots gaan uit. Mooi dan. Oh, die ook nog. Oké, die gaan ook. Oh, dat is ook wel leuk. Ja. Oké, ah, mooi man. Ja, heel erg mooi hoor. Oh, de deksel is ook gelijk open. Geen toegang tot dit land. Nou, dat is pech. Want ik ga hier toch rijden. Zo. Ja, we hebben een grote inhoud. Niet de allersterkste machine, maar we hebben een grote inhoud. En ook niet de allergrootste bek natuurlijk. Die mooie mooi ding erop. Maar we hebben een grote inhoud. Dus we zien wel hoe ver we komen. Nou, de kleden zijn van de trailers af. Dat is ook helemaal goed. Kunnen we hem, als we er aan toe zijn, zo legen. Ja, dan hebben we weer een paar patiëntjes erbij. Ja, ik doe even alleen maar opdrachten, want zolang mijn eigen gebeuren niet klaar is, doen we alleen even wat opdrachten. Ik ben begonnen met 42. Ik zit nu al op 63, dus dat gaat goed. Ja. Nou ja, we hebben natuurlijk één zonnepaneeltje staan. En die leverde ons de vorige keer 3700 op. Alleen ik had een kostenpost van 2600. Dus ja, hield er niet erg veel over. Maar het komt vanzelf. En zolang wij nog geld op de bank hebben staan, hoeven wij niks te lenen. Kunnen we lekker allemaal dingen uitproberen. Ja, dat uitproberen ben ik nog wel even mee bezig. Dat is nou de beste cultivator. Dat is de beste ploeg. Ja, we hebben die diepteploeg natuurlijk. En dat is ook niet alles. Maar een hele mooie ploeg heb ik nog niet gevonden. Ik ben ook bezig geweest weer met die stenen bak voor op de shovel. Nou, de meneer die mij daar mee zou helpen, die geeft in één keer niet meer thuis. Nou, daar ben ik heel erg blij mee. Ja. Hij zei, ik stuur hem op. Hartstikke mooi. Maar ja, ik weet niet wat hij gedaan heeft, maar niet wat ik heb gevraagd. En ik krijg hem nergens aan. De hele mot werkt niet. Dus nou ja, dat moet ik waarschijnlijk zelf maar ook eens even proberen. Maar ook ik ben daar niet zo heel goed in. Alles wat ik daarvan geleerd heb, heb ik ook van YouTube af. Dus yep, dat wordt nog wat. Maar we zien het wel, we komen er vanzelf. Dacht ik. Net zoals hier, er is vast al een keer een einde. Oh, zit er nog maar op. Ik kan eerst dit stukje ook wel even weghalen hier. Ah. Ja, dat ga ik niet redden.
Ja, is niet mijn eigen veld, dit wel. Is ook niet mijn eigen veld, maar... klaar hoor. Ja. Nou goed mensen, ik ga het nog even door. Ja, het zal wel moeten, hè. Moet geld binnenkomen, dus we gaan nog even door. Ik dank jullie weer voor het kijken. Vragen en opmerkingen kunnen altijd hier beneden natuurlijk. Zoals, waarom vergeet ik Delft? Huh? Nou ja. Ja, dat kan gebeuren. En hoppa, daar hou je. En abonneerknop zit ook beneden. Dat is ook altijd heel erg leuk. Vind ik heel erg leuk. En YouTube vindt het ook heel erg leuk. Een duimpje vinden ze ook altijd heel leuk. Ja. Of als je opmerkingen eronder schrijft, is ook, vinden ze ook heel erg leuk. Ik ook wel hoor. Probeer altijd zo snel mogelijk antwoord te geven, maar ook kijk, dat lukt ook niet altijd. Nee, ik heb ook nog mijn werk. Dus het lukt niet altijd even heel snel, maar hij is dan wel op de dag. En voor de rest zou ik zeggen, mensen. Top! Heb een plezierige dag verder. Avond, nacht, middag, ochtend. Of de rest van de week ook natuurlijk, hè. Hele plezierige vooruitgang en tot de volgende. Mooi.